Hallo, hallo, goedemorgen. Ik ben Jeno, dat daar is Jolien. Goedemorgen. En samen zijn wij dikke vriendjes. En we zijn ook toevallig een koppeltje. Kijk ja. Maar. Mm. Ja. We zijn vandaag wakker geworden in het mooie Landalpark. Ja. Het Veluwemeer Waterpark, zo heet het hier, ligt aan een gezellig vijvertje. Hè? Ja, daarom noemt het dus ook Veluwemeer. Zo is langs de vijver lopen. Ja? Dat vind ik altijd wel gezellig. We zijn nu trouwens ook onderweg naar de winkel voor ons ontbijtje, want we hebben honger. En we dachten, we gaan gewoon even een beetje nog een plannen met je doen. Om terwijl ook een beetje wat frisse licht op te doen. Om zo een klein beetje wakker te worden. Ja, eigenlijk. Ja. Die schok. En dan wandelen we hier gewoon over het gras. Zeer wel, die huisjes kunnen we binnenkijken bij. Doen we niet. Doen we kijk niet. Gewoon daar. Ja, het mooie uitzicht, dat interesseert ons meer. Trouwens, ja. Ik heb ook nog een verrassing voor jou. Ja. Maar dat zie je vanzelf. Ik bedoel dat het met de winkel gesloten gaat zijn van die huis. Nee, nee. Je ziet het wel. Oké, ik ben heel benieuwd. Ze hebben hier ook een super grote speeltuin. Laat je eens gaan. Ja, zoiets te vroeg misschien. Ja. Dus ook moesten we zelf eigenlijk kinderen hebben, zou dit sowieso paradijs zijn. Amai zeg, ja. Ik had het kind echt belachelijk toeletten. Ja, hè? Vleibaan, schommel, hangbrug. Ja, alles wat kinderen eigenlijk leuk vinden, hè? Een beetje wat klauteren en klimmen. Super top. Wat was jouw favoriete speeltuig eigenlijk? Als kind zo op de speeltuin? Ik denk dat het toch wel eigenlijk de schommel was. Ik was vroeger zat op schommel. Ja? En werd je dan geduwd of kon je dat zelf? Ja, in het begin duwde ze mij en uiteindelijk kon ik het zelf. En jij, wat was jouw favoriet? Goh, ik niet de schommel. Ik vond eigenlijk schommel totaal niet interessant. Ik herinner me nog op de speeltuin, dat was iedereen aan het aanschuiven om de volgende te zijn op de schommel. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet interessant. Ik vond het wachten niet leuk. En ik vond schommelen op zich eigenlijk ook niet zo interessant. Dat was hetzelfde. Dus ik maakte altijd mijn eigen adventure op zo die klimparcours. Eigenlijk zo klimrekje en zo net waar je dan zo in kon. En hier hebben we ook zo. Een wilde brug. Ja. Vond ik fantastisch eigenlijk. Ja, zo'n beetje survival. Dat vond ik het leukste. Vond ik meestal minder leuk, want ik viel dan wel of ik viel er zo ergens wat tussen. Want ik bezeerde mezelf of... Echt, ja, en hoe groter de schommelen vond ik wel leuk. Hoe hoger de glijbaan, dat vond ik ook altijd spannender en leuk. Ja. We hadden ook een fiets bij gehuurd, alleen hebben we nog niet echt de kans gehad, omdat er hier zoveel te doen is, om met de fiets te rijden eigenlijk. Zo, ja, het is ook niet altijd even mooi weer geweest om te fietsen, maar nu dachten we, nu gaan we even de fiets nemen. Dus wij doen nu even een rondje rond het park. We zijn ook naar het winkeltje al geweest. Lekker broodjes bij van een bijtje. Ja, kunnen we lekker wat eten. En nu rijden we rond, dat is zalig, hè? Ik vind het wel echt, dat geeft echt zo'n paar uur vakantie. Ja, als je op die fiets zit, dan krijg je vakantie. Ja. Dat is waar. En we zijn weer terug. Ja, we zijn aangekomen bij ons huisje. Yep. Ben je een beetje benieuwd wat ik nu geregeld heb eigenlijk? Je hebt er nog niet vaak om gevraagd. Nee, maar meestal als jij verrassing hebt, vertel je het mij nooit. Dus. Hoe laat is het nu? Het is nu net 11 uur. Ja. Waarom? Oh nee, gewoon om 11 uur had ik ook iets geregeld, maar het zal nog een beetje op zich. Doe jij maar open. Doe jij maar open. Oh, wauw, kijk. Wat? Kijk eens. Hallo. Hallo, magazine. Kom maar binnen. Ja, hallo. Kijk eens naar ons huisje hier. Wow. Mooi, hè? Super cool. Ja. Wow. Kijk. Nou, we hebben mooi opgeruimd voor jou, hoor. Ja.
Dat was een verrassing van mij voor Jolien, ja. Dat jij ging langskomen. Ja. Oh. Jolien loves Bollo, ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind Bollo echt een super schattig. Dus. Ja, hè? Je hebt dat zo vaak verteld over Bollo, ja, de beer en nu ontmoet je hem eindelijk eens, ja, in het huisje dan nog. Ja, in het huisje. Echt heel erg leuk. Cool, hè? Ja. Wil je dan ook nog iets van Bollo weten misschien? Ja. Ik weet niet, wil jij graag iets weten? Nee, stel maar eens een vraag aan Bollo. Ik heb een vraag. Oh. Misschien is het wel leuk om te weten waar Bollo ook eigenlijk winterslaap houdt. Ja. Hou je winterslaap, Bollo? Ja? Nee? Nee. Nee. Bollo is altijd actief hier in het Landalpark. En blij, ja. Ja, anders zou hij de hele winter niet te zien zijn. Ja, dat zou jammer zijn, hè? Ja. Nee, maar we kunnen dus ook nog wat zien in de winter. Dat is wel heel fijn. Ik heb misschien nog wel een vraag voor Bollo. Zwem jij ook in de zwembaden van Landal? Doe jij dat? Want wij hebben jou daar nog nooit gezien. Nee. Doe je dat niet? Nee. Ah. Misschien, maar beren misschien, wat Bollo de beren misschien iets minder leuk vindt in het water. Ja. Ah, ja. Oké. Daarom dus. En vissen, doe je dat wel eens? Ja, wel hoor. Ja, vissen wel. Ja, ja, vissen, ja, wel. Dus hij is wel soms te vinden aan het water. Ja, ja. Alleen niet aan het zwembad, denk ik. Ja. Leuk. Misschien kunnen we dan ook nog wel een leuk dansje doen met jou. 1, 2, 3. Muziek! 1, 2, 3, muziek! Dikke knuffel. Dan krijgt Bollo ook een kusje van jullie. Leuk dat je langs bent gekomen. Echt, het was heel erg leuk dansen met jou. Echt wel. En Bollo die zegt de duimpje omhoog, hè? Ja, yay. Dat wel. Kijk, hij is nu helemaal terug aan het keren. Hij zit daar nu in het wagentje. Autootje. Ja, echt, dat was zo'n leuke verrassing. Eventjes, ja, dansen met Bollo de beer. Bollo gewoon zo'n mooie, schattige beer. Dat ik Bollo was wel een beetje verliefd op jou, hè? Ja, denk jij? Nee. Nee. Volgens mij zal het dat Bollo verliefd zijn op een andere beer, maar dat durf je natuurlijk niet echt te vertellen, want hij is een beetje verlegen, hè. Dat, ja, heb je als je verliefd bent. Dan, Inderdaad, maar ja, het was heel erg fijn om met Bollo te zijn. Ja, echt wel. Ja! Beter zal het vandaag niet meer worden, denk ik. Alhoewel, de zon is nu wel gaan schijnen en het is heel erg mooi weer geworden. Zonnig, dat is wel leuk. Ja. Vind ik wel leuk. Je hebt een mooi jurkje aangetrokken. Ja, ik had er net een shortje en een topje aan, maar toen dacht ik weer van, we gaan nog een beetje gaan wandelen. Ik draag nu liever eventjes weer een jurkje. Ja. En dat is ook leuk ook voor de foto, want we gaan dadelijk ook nog een paar Instagram foto's maken. En dat is dan toch leuker voor de foto dan. Daar maken we tegenwoordig echt wat tijd voor, hè. Ja. Het is zo'n nieuwe activiteit geworden, zo. Nog even Instagram foto's maken. Ja, ik vind het zelf ook heel leuk. Ik vind het ook leuk als herinnering. Ik vind het ook wel leuk, maar ik vind het soms wel wat neemt wel wat tijd. Ja. En meestal vind jij het minder leuk om te poseren voor de foto's. Ja, dus meestal zal jij eigenlijk zien dat ik op de foto sta op Instagram. Maar dat klopt. Sorry. Ik hoop dat je dat wel een beetje leuk vindt. Je kan ons trouwens vinden op Instagram, Jolien_Jenno. Het is hier wel een beetje aan het waaien, hè? Dat wel, want het is wel heerlijk. Hè. Maar het is hier een heel mooi park. Je kan hier een hele mooie wandeling maken. Heel veel leuke stukjes hier op het park. Hè. Ja. Mooi aan het water, zo gezellig. We hebben net al een paar mooie foto's gemaakt. En nu maakt jullie nog eventjes vanaf de dijk een foto.
Zo kan je, is dat wat hoger dan het park? Mooi, hè? En zo zie je het park eigenlijk een beetje vanuit de hoogte. Het ziet er inderdaad mooi uit. Ja. En hier aan de andere kant heb je ook appartementen. En daarachter is een strandje. Daar gaan we even gaan kijken. Vrienden met een boot, dat je zelf een boot hebt. Ja. Het kost heel erg veel om een boot, ja, niet alleen te kopen. Want een boot, ah ja, het is wel een grote investering om een boot te kopen. Maar dan stopt het nooit. Het onderhoud en benzine. Onderhoud. En ja, benzine moet daar ook in natuurlijk. De staanplaats om ergens je boot te bewaren. Je kan niet elke keer even heen en weer meenemen. Ja, je moet hem natuurlijk altijd ergens laten liggen. Ja. En een ligplaats, dat kost ook wel best veel. Dat hangt er vanaf op welke locatie natuurlijk. En dan moet je die boot nog eens onderhouden, hè. En schilderen en opknappen. Ja. En er zijn altijd wel dingetjes kapot. Ik kan het weten, want mijn ouders die hebben vroeger, en mijn moeder heeft vroeger de jachthaven van Gent opengehouden. Dus het café en het restaurant daarvan, dat hield zij open. En dan heel veel mensen met een boot kwamen daar wat eten, wat drinken. En dan als ik die verhalen hoorde, man. Ik begin er nooit aan. Ik koop nooit een boot. Maar gelukkig heb ik wel nog een paar vrienden met een boot. En Kevin is er trouwens ook eentje van. En Kevin heeft al gezegd dat we binnenkort eens met hem mogen gaan varen. Oh, dat is wel leuk. Leuk, hè? Ja. Kun je misschien naar hier komen? Hier heb je trouwens het strand. We hebben de boel ingepakt en we zeggen dag huisje, het zit er weer op. Het was heel erg fijn. Nu moeten we echt afscheid nemen en aangezien Jolien helemaal in de ban is van Bollo de beer, stoppen we nog eventjes bij zijn huisje. Wie is het huisje van Bollo? Ja. Dit is zijn huisje. Hier woont hij. Maar hij is er niet, hè? Hij is er niet meer, hè? We hebben hem gezien, hè? Ja. Ik kan hier zelf een briefje achterlaten aan Bollo. En als je graag antwoord wil, dan moet je even gewoon jouw adres of bungalownummer erbij vermelden. En dan krijg je een briefje terug. Ah, wat leuk. Ik ga het weer al missen. Ja, ik ook zo. Maar ja, we moeten weer terug naar huis. En we gaan op de terugweg, we hebben net even gekeken, gaan we een half uurtje rijden nu. En daarna stoppen we eventjes in Amersfoort. En daar gaan we wat eten. Let's go. Lekker eten nog bij de Mexicaan. Ik heb ribbetjes. En jij? Ik heb 2 tacos. Ziet er goed uit. Ja, ziet er lekker uit, hè? Laat smaken. Smakelijk. Als het dan lukt, moet je zeker een duimpje omhoog, niet te abonneren en heel graag. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.